Frans Timmermans wil namens PVDA en GroenLinks de nieuwe premier van ons land worden, en de combinatiepartij doet het goed in de peilingen. Met nog vier maanden tot de verkiezingen kan er echter nog van alles gebeuren, en vooralsnog klinken er in de media vooral veel kritische geluiden over de linkse politicus, ook wel bekend als de klimaatpaus. Eén ding is zeker: vandaag een site, de populairste talkshow van Nederland, is geen fan van hem. Johan Derksen heeft als de grote ster van dit programma een belangrijke stem in het publieke debat. En die lijkt hij na de zomer volop te gaan inzetten om zijn onvrede over Timmermans en zijn plannen te uiten. Johan doet tijdens zijn zomerstop alvast een voorzetje in de uitzending van shownieuws. Ik denk dat Frans Timmermans een grotere ramp wordt dan mevrouw Kaag. Het worden barre tijden voor Nederland als deze man premier wordt, meent Johan. Frans Timmermans is geobsedeerd door de Green Deal en als hij dat hier door gaat voeren, dan wordt er de komende 40 jaar geen enkel huis meer gebouwd in Nederland en dan mogen we dadelijk nog 30 op de snelweg rijden. Er gebeurt momenteel behoorlijk veel in de politiek, maar Johan is niet dagelijks op tv om het te duiden. Ik zit me hier op te vreten, want eindelijk gebeurt er wat in Nederland en dan kan ik mijn keutel niet kwijt, hè? Toch vindt Johan het ook wel prettig dat hij een beetje kan uitrusten in Grollo. Het is ook wel eens lekker dat je er even af bent, hoor. Als je dus dagelijks op tv bent, dan krijg je ook het probleem dat de mensen gaan zeggen: daar heb je die kutsnor weer. Wat vindt hij van zijn huidige vervanger Helene Hendricks? Ik vind dat bij Helene de spontaniteit ervan afspat. Kijk, het is niet keihard en heel kritisch, maar het is gewoon gezellige tv. Terug naar Timmermans, wat vindt Johans dochter Marieke Derksen ervan? Zij is PVDA-stemmer. Veel kritiek op Timmermans wordt weggezet als framing. Is ook vaak zo, maar ik ben een PVDA-stemmer en snap er echt niets van. Tuurlijk, enorme ervaring in de politiek. Maar zo ver verwijderd van de gewone man en zijn enge speeches. Ze is nu niet meer zo zeker van haar stem op die partij, twittert ze. Vindt het spijtig, maar ben nu zwevend kiezer. Ben het met pauw eens. Als je MH17 gebruikt voor eigen gewin met een verzonnen verhaal en dat nog een keer kracht bijzet als je wordt tegengesproken. Je speelt met emoties van nabestaanden. Dat is mijn grens. Eng.